In 1991 speelde ik in de minimal movie Extravaganza van Pim de la Parra. De godvader van de minimal movie is in 2000 voor een kort bezoekje in Nederland. Hij is voor de zoveelste keer gestopt met filmmaken. Extravaganza is helaas nooit uitgebracht, maar wordt door het AI Film Instituut gedigitaliseerd en hopelijk ook ooit vertoond. Met Christine Maton, de setdresser, besloot ik om de chaos op de set vast te leggen en een making-of te maken. Met Pim bekijken we de schimmige beelden uit het verre verleden. Ik weet nooit goed hoe dat... Oké, dan stop ik het weer. Want ik weet nooit goed... Gewoon play. Oh ja. En wat are you doing in this film? Ik speel mee. Ik speel een rol. Wat voor soort rolletje? The Maid of Dick. Net een of andere Italiaanse gangster moet ik spelen, mafioso. De hoofdrol, zullen we zeggen. I'm going to put him to sleep, it's my bedtime story. Pim die vond het blijkbaar een goed idee als er ook een Rus hier mee zou doen. Точно, фактический прицел. А Пим стреляет вот так. Ja, de ex-vrouw die 8 jaar geleden in Tokio getrouwd is met Dick, de hoofdpersoon. En die lul heeft me verlaten. Het is eigenlijk zo'n butterfly thema. En ik wacht op hem. Hij komt niet terug. Dus na 8 jaar heb ik zoiets van, ik reis hem achterna. En door middel van de computer waar hij een oude foto van, trouwfoto van ons heeft, kom ik in de film. Dat heb ik bedacht. We will discover the story that I tell. I told this story about this man that when all the people are gone and he's at last alone, he goes to his computer and he starts to type something. You see that he can't face being alone. Or he plays something, but at a certain moment that goes too far. He wants to go outside because he cannot stand being a present to himself, alone. And then he goes outside through the door and then we are outside. And this you will see only 3 times. He comes outside at night and he runs in and we see water. We see it air, we see the sky, we see the some tree. And then he comes there. She said. But then all of a sudden it's too much for him. Because, you know, nature, it's too much. Too much for him. Als ik mezelf zo zie, ik maak toch. Ja, ik kijk naar die gek daar, maar ja, maar. Jeugdsentiment, dat is iets van, hoe lang nu, dit is dan precies iets van bijna, dit is 1991, december 91 of oktober 91. Dus dat is al 7,5 jaar geleden. Ja, die film is nooit uitgebracht. Hè, Ali. Dus er is nog steeds, je wil die film nog uitbrengen, je bent daar iets begonnen, je hebt mensen gevraagd om mee te doen, ze hebben geparticipeerd, maar je hebt die film nog helemaal niet eens vertoningsgereed kunnen maken, omdat het geldje ontbrak. En hij ligt nou ergens in kluizen en dus al deze mensen die hebben meegewerkt gaan eens nog een keer een cadeautje krijgen. Want zolang ik zal leven zal ik toch ervoor beijveren om al die minimal movies die niet zijn afgewerkt af te werken, hoe dan ook. Wat doe ik hier? Dat is de vraag 1 zeker. Wat ik hier doe is geluid opnemen voor een film waarvan ik het scenario niet ken. Maar dat is niet belangrijk. Het is wel gezellig hier. En toen had ik geen werk, dat is van vorige week. En toen belde ik Nina op, joh, weet jij niet iets of zo? En, want ik wil wel wat doen, ik kan niet zomaar zonder iets doen. Dus ik zei, nou, bel Pim even op, want die heeft misschien wel iets te doen. En ik denk, nou, goed, dan misschien kan ik runner worden of zo, hè, iets dergelijks, weet ik veel. Want ik heb nooit met film gewerkt, wel bij toneel en zo. Ik zeg, ja, maar je moet productieleiding doen. Ik zeg, hè, wat zegt u? Dat is echt gek. Hoe lang doe je dit al? En waarom? Ik doe al 10 jaar geluid. Of ik het leuk vind met Pim? Nou, Pim... Op zich vind ik het zo leuk, zoals dat gaat. Dat mensen dus, gewoon als ze Pim hebben gesproken, iemand zegt van... Moet ik nou daarmee niet betalen? Niks. En Pim zegt 1 woord en iedereen is van... Leuk, doen we! Pim is een innemende man. En die heeft mij gewoon verleid tot... Weer een om mee te doen. Het is wat vaag. Dat vind ik er aan de ene kant wel erg leuk van. Over het algemeen wordt er niet gefilmd zonder een planning en zonder een scenario. En hier wordt hoofdzakelijk gefilmd
geen planning, geen scenario. Ja, als je een scenario gaat schrijven en je gaat geweldige dingen bedenken, dan heb je een prachtig scenario geschreven, maar dan kan je het niet gaan realiseren omdat je helaas het geld er niet voor hebt. Dan zeg je, nou, deze prachtige film begint op een donderdagmiddag om 3 uur voor de deur van de Bijenkorf. Uit Krasnapolski komt een roze gespikkelde olifant en vanaf de top van het monument op de Dam springt Harry Mulisch omlaag op, ik verzin maar wat. Dat is prachtig, hè? En dan kan het, maar kan je het organiseren? Ik overdrijf dan even. Dus minimal movies wil zeggen, je gaat geen dingen bedenken die je niet gaat kunnen doen. Dus om zo weinig mogelijk te bedenken, omdat je nooit gaat weten of je dat wat je wilt doen, een filmpje maken met deze mensen, ja, dan ga je gewoon improviseren. En de camera, hoe wist hij wat hij moest doen? En het licht? Nou ja. Omdat het intelligente personen waren die daarachter stonden, toch? Action! Minimal movie is, je maakt je eigen film. Dat is de essentie van een minimal movie. Niet dat lage budget. Het is gewoon, je gaat je eigen film maken. Je gaat niet eerst een subsidie aanvragen om een scenario uit te werken. En dan je energie laten verliezen. Nee, je zegt, dit kunnen we maken nu. We hebben de mensen ervoor. Kom, let's do it. Ik maak mijn verhaal. Jij maakt jouw verhaal. En dan ga je het maken. En als je het hebt gemaakt, boem, boem, boem. Met die mensen die... En daar ga je een subsidie aanvragen. En talrijke mensen die aan die films hadden meegewerkt, hebben de truc begrepen. En hebben dus gezien, hé, wij gaan ook ons snel formeren, we gaan geen tijd verliezen hier. We gaan ons filmpje maken en daar vragen we subsidie aan. Dus, en ook die anderen die een beetje hadden geroken aan hoe het ook efficiënter kan, die veel jongeren, gingen toen subsidies aanvragen. En het Nederlands Fonds voor de Film werd overstelpt. Met subsidieaanvragen, dat hebben ze nooit zo bekendgemaakt, maar dat kan je gewoon wel zien. Dus ze dachten toen, dit komt allemaal door die parada met die minimal movies, dat stop hem! Grappig om te zien hoe ik me daar zo aan het aanstellen ben. En vooral zie ik ook mijn angst. Omdat ik daar dan eindelijk met deze mensen bijeen ben, maar er is zoveel niet. Er is zoveel niet. En we hadden dus bijvoorbeeld ook geen... we hadden ook, nou ja goed, ik kon die studio van Stan Schram krijgen in die 3 dagen. It looks like chaos now and tomorrow it will look like more of a chaos. But basically we should be all... spending our practically the whole day here, and you will find your ways to the toilets and so, but that's it. Let's go back upstairs. Help me, Peter! Help me, Peter! De eten betaal je nooit, want je krijgt het gratis van slagers. Je hebt nooit 1 cent, maar je zorgt dat je iemand hebt die weet waar hij. Eten vandaan kan halen. Je kan altijd eten vandaan halen voor een. Het is jammer dat de mensen die aan deze film hebben meegewerkt, de groenteboeren en de slagers en zo, dat ze nooit meer wat van die film hebben gehoord. Ik moet even dit beantwoorden. Hallo? 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 Wat betekent dat? Tiet? Hallo, hallo? Fox Studio Producties, Lily van den Berg. Monteren. Op wat?
Maar ja, dat kan. Sponsoren. Waar gaat die film over, als ik mag vragen? Pindela Parra. Hoe hij een film in 3 dagen maakt. Het is jammer dat hij niet in 3 dagen betaalt. Ja, Lili. Als kleine producent kan ik niet iedereen alles gratis geven. En dat is een beetje ook het probleem van de hele minimal movie, ja. Lili van den Berg. Ja, ik ken haar al, weet ik veel, vanaf 1964. Ja? Maar er is nog steeds een schuld bij haar blijven staan van de montage, ook van Fear and Desire. Dat zijn van deze pijnlijke zaken, ja. Dat is inmiddels wel vereffend, heb ik begrepen, omdat Rieks Hadders, die daar co-producer is, heeft dat geregeld. Maar het zijn hele pijnlijke dingen. Dat je eigenlijk een reputatie hebt verworven, dat je onverantwoordelijk bent. Of dat je onbetrouwbaar bent. En daarom ben ik blij dat dat nu allemaal gestopt is. En op termijn zal dat wel veranderen. Ja, het is een bijverschijnsel van de minimal movie. Het is erg. Nee, ja. 1. The blissful sufferings of Derek Beauchamp. Gaan ze over 50 jaar gaan ze nog naar deze beelden kijken in het filmmuseum, hoor. Over 50 jaar. 2048 zijn er nog mensen die gaan hier naar. Dat hij de zoon was van een vader waar hij niet tegenop kon zien. Op wie hij letterlijk moest neerkijken. Om wie hij zich, of hij het wilde of niet, moest schamen. Ging het steeds om maar voor Filmfestival Rotterdam een vertoning te hebben, omdat de beweging... Ja, het was een enorm succes. En toen is dit ding op het allerlaatst gemaakt en dat was de truc om een film te maken waar je geen kosten voor hoefde te maken. Als je dus alleen maar het materiaal liet ontwikkelen en je liet een stem uitspreken en je had live muziek, had je al een voorstelling. Afstotend waren en waarin hij droomde een andere... Een betere en vooral een grotere man als vader te hebben. Dit was Derek Beauchamp's probleem. Nette filmpjes bakken.
Maar zo iemand met zoveel humor en energie, dat zie je nooit. Dus ik mag maar blij zijn dat hij hier was. Dat meen ik echt. Hij was veel te slecht. Ja? Ja, dat is gewoon niet om aan te zien. Aha. En was beter dan de film, slechter dan de film van vorig jaar? Ja, nee, ik was naar die film toegegaan met het voornemen om hem te nemen. Mm-hmm. Bijna ongezien, omdat ik het enorme sympathie heb voor de manier waarop hij filmt. Weet je, die woorden die hij spreekt als festivaldirecteur, die hij hier zegt na de Blissful Sufferings. Hij zegt twee keer, ik meen het echt. Waarom zou iemand moeten zeggen dat hij iets echt meent als hij het al heeft gezegd? Dus, als hij het echt zou hebben gemeend, dan zou hij gewoon namelijk hebben gezegd, oké, als het waar is dat dit de oorspronkelijk filmmaker is wat hij zegt, en dat hij humor heeft, en dat hij zoveel energie heeft, waarom dan niet hem een blind card geven? Nou, soms levert het wel aardig resultaat op. Ik moet zeggen dat Pim de Parra wel een verfrissende bijdrage heeft gegeven aan de Nederlandse film. Dat heeft laten zien dat je ook films kunt maken als je niet een budget van een paar ton of een paar miljoen achter je hebt. En dat je ook zonder subsidies, met grote effectiviteit en met minimaal middelen aardige films in elkaar kunt draaien. Ook in sommige films van Pim de La Parra zie je ineens locaties gekozen, in Amsterdam bijvoorbeeld, die je in de dure producties nooit zult zien. Dus die Mill Movie die heeft geloof ik zeker in de afgelopen jaren een Nederlandse film wel een zeer eigentijds element aangepakt. Jan Simons hier op zo'n première, die vertelt geweldige dingen. Net zoals meneer Emil Vallo vertelt geweldige dingen. But could they put their money where their mouth was? Fantastische mensen die bezeten zijn van filmen, dat ze filmen en dat ze kunnen filmen. Daar is er niets op tegen. Die producties worden wel stuk voor stuk aangeleverd. En als ik dan serieus ermee bezig moet zijn, ik moet ook zeggen wat het voorstelt. Ja, het is moeilijk vergelijkbaar. Ik kan natuurlijk ook niet in de krant gaan schrijven dat er hier een fantastisch meesterwerk is. Toevallig wel, jongen. Ja, dus het blijft een beetje in het stadium nog, qua pijl van bezig zijn. Ach, ik lul maar wat. Het is Peter van Buren die daar... Grappig om dat allemaal weer te zien. Ja. Hoe schrijft hij dan over de minimal movies? Ik weet het niet. Dit interesseert me allemaal niet. Ik ben ex-filmmaker, hè. Ik ben geen filmmaker meer. Ze hebben zich gestoord aan seksualiteit. Dat is wat de minimal movies allemaal in de afwerking storen. Het is, de manier waarop de personages met seksualiteit omgaan. En dat is gewoon wat in deze commissies, want iedereen vindt dan plotseling dat ze sensors moeten spelen. Maar dat is absoluut waarom de minimal movies, extravaganza en... Nou ja, nee, en is het voor jou belangrijk, seksualiteit in de movies? Seksualiteit is de meest kernachtige emotie van mensen en de meest onderdrukte emotie van de mensheid. Ja, ik zou eigenlijk, een van mijn wensen is altijd geweest om een seksuele voorlichtingsfilm te maken. Ik noemde het ook een seksuele voorlichtingsfilm voor postmoderne volwassenen. Ik zou erg veel aan mensen willen duidelijk maken door middel van film en video hoe je bijvoorbeeld moet vrijen. Want de mensen weten niet hoe ze moeten vrijen en hoe hun eigen lichaam werkt. Dat vind ik spijtig voor de hele mensheid, maar... Ik heb toch al die jaren zo gezegd, ik moet ermee stoppen, ook interviews en Lost in Amsterdam, dus nou ben ik toch gestopt. En hoe bevalt dat? Ja, ik ben weer gezond geworden, zoals je kan merken, toch? Ik zie er toch een beetje meer together uit dan die imbecile die daar met die haren zo in een glas wijn zo met jou zit te praten. Het is me beter verlopen daar dan Suriname. To me, the great hope is that now these little 8mm video recorders and stuff come out. Some just people who normally wouldn't make movies are going to be making them. But, you know, suddenly, one day, some little girl in Ohio is going to be the new Mozart, you know, and make a beautiful film with her little father's camera recorder. And for once, the so-called professionalism about movies will be destroyed forever, you know, and it will really become an art form. Ik vind het prettig te zien dat hij daar zo over denkt. En zo, dan zou ik nog een toekomst hebben. Misschien dat het nu pas begint, hè?